Dit is Madame Poubelle. Ze is vernoemd naar het Franse woord voor prullenbak en gaat basisschoolkinderen op speelse wijze leren over afval en duurzaamheid. Groepen 1, 2 en 3 van openbare basisschool De Muze zijn er al mee van start gegaan. Madame Poubelle is een vrouwtje dat in prullenbakken zoekt naar bruikbare spullen. En die gaat op een hele ludieke manier gaat hergebruiken die je niet altijd verwacht. En in elk verhaaltje, zijn 52 verhaaltjes, in elk verhaaltje ontstaat een kleine situatieschets. Wij hebben dit jaar het thema duurzaamheid voor het onderwijs ingesteld. En dat is in aanloop van het Green Capital jaar 2018. We proberen hiermee het thema duurzaamheid ook in het onderwijs te integreren. En dat doen we met name door middel van activiteiten met dat thema kosteloos aan te bieden aan het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En een voorbeeld daarvan is Madame Poubelle. Alle basisscholen in Nijmegen hebben een exemplaar gekregen met dank aan de gemeente Nijmegen. Het boek is eigenlijk opgebouwd dat je 52 verhaaltjes kunt doen, dus dat je er een jaar mee bezig kunt zijn. Maar we hebben nu het thema kunst en afval, dus wij hebben er nu een beetje ingedikt. We doen een paar verhaaltjes per dag. En dat zijn heel leuke gesprekjes die je daarna hebt met de kinderen.